Dat verklaar en beloof ik. Daarmee bent u als burgemeester beëdigd. Van harte gefeliciteerd, burgemeester Wouters en de gemeente Groningen. Onder het toeziend oog van onder andere zijn voorgangers Peter Reewinkel en Hans Ouwekerk werd gistermiddag Peter den Ouste geïnstalleerd door commissaris van de Koning Max van den Berg. Hij was eerder burgemeester in Enschede en Meppel en wethouder in Leeuwarden. Hij is de opvolger van Ruud Vreeman, die als interim-burgemeester ruim 14 maanden aan het roer stond. Vreeman nam het roer over van Peter Reewinkel, die opstapte. Reewinkels burgemeesterschap bracht hem en de stad niet wat gehoopt werd. De nieuwe burgemeester gaat zich natuurlijk richten op de aardbevingen die de stad bedreigen. Den Ouste is blij dat hij aan de slag kan. Ja, ik vind het enorm leuk en ik vind het ook fijn dat ik nou gewoon echt aan het werk kan. En, dit is natuurlijk ceremonie, dat hoort erbij. Het is ook mooi om het even kracht bij te zetten en de beëdiging in het openbaar te laten plaatsvinden. Maar we gaan nu echt aan het werk. Hij heeft oog voor een sterk noordelijk landsdeel en zoekt samenwerking. Ik kijk gewoon naar de economische beweging van de wereld. En dat landsdeelverhaal van mij is natuurlijk niet nieuw. Ook een aantal van mijn voorgangers hadden het daar al over. Maar de vraag is hier van, maak je dat nu zo krachtig dat je ook op die snelle veranderingen ook een goed antwoord hebt? En dat is iets wat in het noorden natuurlijk toch voortdurend ook een punt van discussie is. En dan gaat het niet alleen over structuur, dan gaat het ook over van wat is de positie van de onderwijsinstellingen, hoe gaat het met research en development, hoe probeer je je industrieën zo sterk te maken dat ze over 15, 20 jaar nog goed mee kunnen. De stad heeft twee gezichten, arm en rijk, laag of goed opgeleid. Die tweedeling vind je vrijwel elke grote stad terug, hè? Daar is Groningen niet uniek in. Maar het is wel, het is echt mijn overtuiging dat je de mensen die het moeilijk hebben, die arm zijn, dat je die ook zorgzaam moet blijven behandelen. Die moet je mee blijven nemen om die verschillen niet te groot te laten maken en om ook hen goede kansen te bieden. Max van den Berg verheugt zich op de samenwerking tussen stad en provincie. Je merkt aan hem dat hij gewoon op een hele volwassen, ontspannen manier er staat als burgemeester. En dus ik als commissaris van de Koning in die provincie en hij, je merkt gewoon dat we automatisch gewoon samen zullen optrekken. Dat zal net zoals met Vreeman goed gegaan is, ook met hem zeer goed gegaan. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik denk dat we een krachtig span kunnen vormen. De raad is unaniem lovend over den Ouste. We zochten de beste burgemeester voor Groningen. Ik denk dat we die gevonden hebben met den Ouste. Is het niet een beetje gek dat hij van de Partij van de Arbeid is? Nou, laten we ophouden met al die partijkleurtjes te kijken en kijken naar wat iemand te bieden heeft. En den Ouste brengt heel veel ervaring mee, heel veel ervaring ook uit het noorden. En als we dat allemaal bij elkaar brengen en kijken naar de dossiers die hier liggen te wachten op goede antwoorden, dan denk ik dat we den Ouste een hele sterke bestuurder mee in huis hebben gehaald. Ik heb gehoord dat hij met burgemeester Emme Groot van Delfzijl op pad gaat aankomende dagen. Om te kijken naar een aantal veiligheidsaspecten in de regio. Ik denk dat een hele mooie eerste stap is. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Hij heeft ook een speciale functie in de veiligheidsregio in Groningen. Dus moet ook daar aan de slag. Ik hoop van harte dat wij dat in een uitstekende samenwerking kunnen blijven doen. Aan mij zal het niet liggen. Ik dank u wel. Het idee van een noordelijk landsdeel kan op veel steun rekenen. Ja, volgens mij is dat noordelijk landsdeel, dat is er gewoon allang. Die samenwerking tussen die verschillende gebieden is echt heel erg belangrijk voor economische ontwikkeling, ook zeker voor Groningen. En daar had hij gewoon een sterk verhaal in. Er is ook sprake van tweedeling in de stad. Kan hij daar wat aan doen? We zullen begrijpen dat het voor de SP inderdaad de prioriteit heeft. Vooral ook als het gaat om de nieuwe zorgtaken die er zijn. Maar ook veel mensen toch in Groningen die in armoede leven, kinderen die in armoede opgroeien. Ja, dat zijn voor ons echt belangrijke dingen. En als een burgemeester zich daarvoor uitspreekt, wat hij ook heeft gezegd dat hij dat belangrijk vindt in zijn toespraak, dan is dat voor de SP-fractie heel fijn om te horen. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat samenwerking in het noorden heel belangrijk is. En dat heeft de burgemeester benadrukt. En ik ben heel blij dat hij dat voorop stelt. Dat is ook heel belangrijk. Heel veel richten op samenwerking, richten op vooruitgang voor de regio. Ik denk dat hij dan vooral heeft over bestuurlijke samenwerking. En ik denk dat dat een goed pleidooi is. Meer samen met de regio, maar ook met Friesland en Drenthe kunnen we veel meer bereiken, denk ik, ook economisch gezien. En dat heeft hij ook in Enschede bewezen.
En ik denk dat dat een mooie meerwaarde is van deze burgemeester. Hij heeft veel ervaring met regionale samenwerking. Dus daar verwachten wij heel veel van. De benoeming van de 62-jarige Den Oudste geldt voor een periode van 6 jaar.